Vrouwelijke journalisten zijn vaker creatiever en mogen daarom niet onderschat worden, zei gewezen SVJ-voorzitter Carla Boetius Geldorp tijdens de tweede dag van de Freedom in Speech Journalism Seminar van de Surinaamse Vereniging van Journalisten SVJ. Het onderwerp waarop Boetius Geldorp voortborduurde was gendergelijkheid, vrouwen in de media. En is van mening dat een belangrijke competentie voor een vrouwelijke journalist het doorzettingsvermogen is. Het niet uit de weg gaan van uitdagingen maakt je tot een sterke vrouwelijke icoon die een weg baant voor de volgende generatie. Vrouwen gaan dus altijd een uitdaging aan. Nooit meer als je een job wordt aangeboden, moet je alvast beginnen te zeggen, ik kan het niet. Don't do that. Boetius Geldorp zei voorts dat het zaak is dat organisaties, bedrijven of autoriteiten ook helpen aan het banen van een weg voor vrouwen in de media. Vrouwen spelen een cruciale rol in de media, waar ze met hun scherpzinnigheid en vermogen om gebeurtenissen te ontrafelen een essentiële positie innemen. Weet je wat, er komen obstakels, er gaan drempels komen, maar je moet die obstakels, je moet er tegenaan gaan. Je moet die drempels nemen. Niet bang zijn. Want we leven nu in een wereld waar alles kan. Alles is mogelijk. Vrouwen moeten niet meer de administratieve jobs nemen en denken van als ik in de uitvoering ga, ga ik falen. Falen is geen optie. Om zich te blijven scholen en vooral de journalistieke principes in acht te houden, was de boodschap vanuit de organisatie. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst nog meer van zulke journalistieke activiteiten te organiseren.